vraagstukken oplossen met behulp van ongelijkheden. Het verschilt niet zo heel veel van vraagstukken oplossen met behulp van vergelijkingen. Je gaat gewoon het schema volgen zoals we dat kennen. In eerste stap ga je natuurlijk je vraagstuk lezen en herlezen. Een natuurlijk getal is groter dan het verschil van zijn tweevoud en 2. Welke natuurlijke getallen voldoen aan deze voorwaarden? Je merkt ook al duidelijk in de vraagstelling, het gaat hier niet zomaar meer over één oplossing, maar over elk getal dat voldoet aan deze voorwaarden. Dus je gaat eigenlijk weer in een interval of in een grote groep van getallen kunnen antwoorden. Ik kies als x-waarde natuurlijk het getal. Een natuurlijk getal is groter dan het verschil van zijn tweevoud en 2. Dit is mijn natuurlijk getal. En dat is groter dan het verschil van zijn tweevoud, dus dat is 2x, en 2. Voilà, dat is het. X min 2x groter dan min 2, min x groter dan min 2, x kleiner dan 2, want we veranderen dat het teken. Dus, antwoord is, het is waar voor alle getallen kleiner dan 2. Je kan ook hier een controle doen. Dat kan je doen door bijvoorbeeld een getal te nemen kleiner dan 2 en het eens te testen. Stel, 1 is dat groter dan het verschil van zijn tweevoud. En 2, ja zeker, 1 is groter dan 0. Je zou het ook eens kunnen checken voor 2 zelf. Voor 2 zelf ga je krijgen 2 groter dan 2 maal 2 min 2. Dus 2 groter dan 2. Dat is niet juist, maar dus dat klopt, want wij zeggen alle getallen kleiner dan 2. Zo, veel succes met de oefeningen.